Hi, ik ben Hede van Doe Dat Zelf en vandaag ga ik jullie laten zien hoe je met maar 3 ingrediënten een heerlijke cheesecake kan maken. Als eerst heb ik de oven voorverwarmd op 170 graden. Vervolgens heb je deze 3 ingrediënten nodig. 3 eieren, gescheiden van eiwit en eigeel, 125 gram roomkaas en 4 witte chocoladerepen. Laten we beginnen. De eerste stap die we gaan doen is dat we het eiwit van de 3 eieren gaan we goed opkloppen. Dus, dat hebben we gedaan. Leuke manier om te herkennen dat het goed is, is als je de bak omdraait en dan blijft zitten. Nu gaan we het heel eventjes in de koelkast zetten, zodat het kan oprijzen en ondertussen gaan we de chocolade smelten. Dus, we hebben de chocolade in blokjes gebroken. We hebben water gekookt, dat is heel belangrijk. Nu ga ik je een leuke manier laten zien hoe je de chocolade makkelijk kan laten smelten. Je doet het kokend heet water in een bak. En zet simpelweg de pan. Zet je erin. Nu heeft het heel even tijd nodig om te smelten. Zorg ervoor dat je het vaak genoeg roert. En eens binnen de kortste keer heb je een heerlijk gesmolten witte chocoladepasta. Nou, we zijn ondertussen een paar minuutjes verder. En zoals je ziet is het al bijna helemaal opgelost. Zorg ervoor dat je de lepel er doorheen blijft halen, zodat het mooi glad blijft. Op het moment dat de chocola volledig gesmolten is, ga je de roomkaas erbij voegen. En ga je het met elkaar laten smelten. Dus je hebt hier de roomkaas, simpelweg erin en we gaan weer verder. Dus als je het gevoel hebt dat de roomkaas goed genoeg gesmolten is in het chocolade, ga het extra hard door elkaar roeren zodat je ongeveer zo'n soort substantie krijgt. Als dat zover is, is het tijd om de eigelen erbij te gooien. Zelfde verhaal, gewoon lekker roeren. Meng het maar lekker goed door elkaar. Hou je niet in. Zou ik zeggen. Het zag er eerst een beetje klonterig uit, maar je merkt dat als je het eigeel erbij doet, dat het gelijk een hele mooie structuur gaat krijgen. Van een echte cheesecake. Dus ik heb het eiwit nu uit de koelkast gehaald. Het is een heerlijk mooie pap geworden, zoals je ziet. En wat je vervolgens gaat doen, is het eiwit half om half in de pan gieten. Dus je pakt eerst de helft. Meng het goed door elkaar, er mogen geen klontjes meer in zitten en dan pas doe je de andere helft. Tijd voor de andere helft. Kijk eens hoe heerlijk dat eruit ziet, jongens en meisjes. Een ware tractatie voor het oog, hopelijk ook voor de mond. Wat we gaan doen is het vormpje maken voor in de ovenschaal. Zoals je ziet heb ik een rondje uitgeknipt, de grootte van de onderkant van de schaal. En daarnaast heb ik een lange rol gemaakt van bakpapier, die ik aan 2 kanten vastmaak met boter, op deze manier. Waarom doe ik dit? Omdat je het vormpje heel mooi in de ovenschaal kan zetten. Waar je het mengsel vervolgens in doet, krijg je perfect cheesecake, geloof mij. Nu is het tijd voor actie. Met heel veel beleid, pas op, het kan misgaan, gaan we in het vormpje gieten. Op deze manier. Zorg ervoor dat je alles meepakt, des lekkerder je taart wordt. Dus, je hebt de bakplaat, je hebt de ovenschaal met het mengsel. Ga ik jullie een handig trucje laten zien, namelijk, als je warm water erin doet en je zet het vervolgens in de oven. Het is een heel mooi trucje, zodat hij ook heel geleidelijk aan de onderkant perfect wordt. De taart zit nu in de oven en we gaan hem op 3 verschillende manieren bakken. We beginnen met 15 minuten op 170 graden. En nu is het afwachten. Zoals je hoort zijn er 15 minuten om. Wat je vervolgens gaat doen, je gaat hem nog 15 minuten erin zetten, maar dan
Op 160 graden. Dus we zijn weer 15 minuten verder. Je zet de oven uit en laat het vervolgens nog een keer 15 minuten staan. Dan is hij klaar. Dus, de taart is klaar. Laten we het eindresultaat bekijken. We zijn allemaal heel benieuwd. Kijk eens aan. Eerlijk is eerlijk, ziet er heerlijk uit, vind jij ook niet? Dus, als finishing touch, nog lekker wat poedersuiker en dan kunnen we smullen. Gaat heerlijk. Et voilà! Een heerlijke cheesecake met maar 3 ingrediënten. Eet smakelijk. Wil jij nog meer van dit soort filmpjes zien? Ga dan naar doedatzelf.nl en abonneer je op ons. Kom veel meer te weten van ons en die geweldige filmpjes die wij maken. Eet smakelijk.